Welkom bij Gardero TV. In deze aflevering ga ik je laten zien hoe je een tuindeur met tuindeurkozijn kan plaatsen tussen de betonpalen. In dit geval hebben we een zwarte tuindeur met een zwart tuindeurkozijn. De tuindeurkozijn bestaat uit de volgende onderdelen. Een aanslaglat, waar de deur tegenaan slaat. Een bovenlat, die natuurlijk boven komt voor de stevigheid. En dan hebben we nog de scharnierlat, die komt op de paal en hier komen straks de scharnieren op. Met dit tuindeurkozijn kun je een deur plaatsen van maximaal 1,50 breed en 2 meter hoog. We beginnen met het aanbrengen van de scharnierlat. Die gaan we eerst even aftekenen op de juiste hoogte. Ik ga hem er gewoon even tegenaan, dan tekent het makkelijkst af. In dit geval teken ik hem even op het punt waar de paal schuin begint te lopen, teken ik hem af. Ik trek zo nog even de dikte van de bovenlat, die trek ik eraf, zodat de bovenlat niet boven de paal uitkomt. Ik heb de scharnierlat nu in maat gezaagd en die kan ik nu gaan vastzetten met slagpluggen. Dat doe ik met 3 slagpluggen van 8×100. En die boor ik eerst even voor met een houtboordje van 8 mm. Ik verdeel de 3 gaten even netjes over de lat. En ik boor ze voor in het midden van de paal. Dit zorgt ervoor dat ik straks niet in de wapening van de betonpaal zit. De betonpalen zijn namelijk gewapend. En die wapening zit meestal een beetje aan de zijkant. En daarom boor ik hem precies in het midden. Ik heb de lat even vastgeklemd met lijmtangen op de betonpaal en ik kan hem nu verder gaan boren met een betonboor. We hebben nu de scharnierlat op deze kant gemaakt. Hier komen dus de scharnieren dus op te draaien en die komt dus zo dicht te staan, dus de aanslaglat moet aan deze kant. Ik heb voor deze showopstelling even een houten paal gepakt, dus dat bevestigt aan deze kant net even iets makkelijker. Maar in principe kunnen we deze op dezelfde manier bevestigen als we aan deze kant gedaan hebben. Dat ga ik nu dus doen. Dan ga ik nu de bovenlat opmeten. Voordat ik dat doe, ga ik nog wel even controleren of alle palen waterpas staan. Want dat is wel belangrijk voordat ik hem opmeet. Ik zet de bovenlat nog even vast met 4 schroeven van 5×80. Het mooie van deze poortdeur is dat hij zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend te gebruiken is. Nu hebben we hier een linksdraaiende deur. En als ik hem omdraai, dan is het een rechtsdraaiende deur. Dan gaan we nu de stelscharnieren plaatsen. Het mooie van deze scharnier is dat je ze altijd achteraf nog kan stellen. Dus mocht het hout toch iets gaan werken of mocht de paal iets gaan nazakken, kun je deze nog heel makkelijk stellen. Draai eerst even 1 moer op het draadeind en vervolgens steken we hem in de sleuf en draaien we de andere moer erop en dan klemt hij zichzelf vast. De verstelbare scharnierogen zitten aan de deur gemonteerd. Ik heb even een paar klosjes waterpas op de grond gelegd waar ik de deur zo even op kan zetten. Dan hoef ik hem niet continu vast te houden. Nu kunnen we de plaatduimen op het frame monteren. Die boor ik eerst even voor en die zet ik daarna vast met een schroef van 5×50. Nou, de deur hangt. Ik ga nu het luxe inbouwslot plaatsen. Dit is ook een slot wat zowel voor een linksdraaiende als een rechtsdraaiende deur te gebruiken is. Zoals die nu hangt zit hij eigenlijk precies verkeerd om. Ik zal je even laten zien hoe je dat makkelijk kunt stellen. Je ziet hier aan de zijkant een klein palletje zitten. Als ik die nu even opzij doe, dan schiet eigenlijk het slot eruit. Dan kan ik het lipje omdraaien. Plaats ik hem deze kant weer terug. En zo hebben we eigenlijk van een linksdraaiende deur een rechtsdraaiende deur gemaakt. Je ziet dat deze deur al een mooie uitspanning heeft waar het slot precies in past. Nu kan ik hem gaan aftekenen en kan ik alles gaan uitboren. Als die cilinder erin zit, draai ik hem heel even op slot. En dan kan ik vervolgens de cilinder vast gaan zetten met die lange schroef. En vervolgens werk ik me mooi af met de schildplaat.
Aan beide kanten zit het schild erop. Nu kan ik de deurklink even vast gaan draaien met de meegeleverde imbus. Het enige wat nu nog rest is de inkeping maken in het kozijn, waar het slot mooi invalt. En daarvoor pak ik even het sluitplaatje. Dan kan ik hem mooi aftekenen, precies waar die komt. En ik doe de deur dicht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.